Hallo allemaal en welkom bij inmiddels alweer de laatste online marketing podcast die niet alleen over online marketing gaat, maar over ondernemerschap en over legendarische ondernemers en natuurlijk ook een beetje in het teken staat van het event wat wij op 7 oktober hebben. Ik moet overnieuw beginnen. Het is de eerste keer vandaag en het durf ik even. Oh, oké. Nou, is maar goed, dat is de laatste keer, Mark. Ja, moet er ergens een keertje fout gaan, hè? Anyway, mogen we nog een keer. 3, 2, 1. Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de DGOC Online Marketing Podcast. En dit is de laatste aflevering in de serie van De Legendarische Ondernemer, waarbij we vooral stilstaan bij ondernemerschap en bij de sprekers die op die dag op 7 oktober in Kessel aanwezig zullen zijn en daar hun verhaal gaan houden. En nu zit naast mij Lucien. En Lucien gaat samen met Suzanne op het podium staan om een workshop te geven. Als het goed is, is ze net voor mij geweest. Ja, en als we die volgorde van uitzendschema aanhouden, is zij inderdaad net voor jou geweest, dat klopt. Hey, voor degenen die jou nog niet kennen of nog niet eerder iets van jou gezien hebben, vertel even in het kort wie je bent en wat je ongeveer doet. Ik ben Lucien Ritsen. Hoe moet ik het zeggen? Afgestudeerd op relatiemarketing. Relatie is voor mij een heel belangrijk woord. En gaat bij mij over vertrouwen. Of het nu zakelijk of privé is. Vertrouwen is gewoon de schakel. Als je geen vertrouwen hebt in jezelf, geen vertrouwen in je partner, zakelijk of privé, ja, dan gaat het ergens niet werken. Mm-hmm. En op het moment ben ik eigenlijk 3 jaar geleden helemaal geswitcht. Uit het zakenleven gestapt, in die zin dat ik naar relatie tussen hoofd en hart ben gegaan en mensen probeer duidelijk te maken naar hun lichaam te luisteren en naar hun hart te luisteren. Ik wil niet zeggen dat het een makkelijke keuze is, maar wel een keuze die cruciaal is, omdat ik miste de passie. Wat ik deed, deed ik met heel veel plezier en heel veel liefde, maar toch miste ik iets. Oké, maar wat deed je dan precies in het zakenleven? Ik had een exclusieve damesmodezaak, zo niet 2. Ah. Waar ik weliswaar ingerold ben, omdat het familiebedrijf was. Oké. En ja, dan komt toch het moment dat of de een of de andere afscheid dient te nemen. En ja, ik heb op een gegeven moment die knoop doorgehakt. Ja, dat is ook gewoon ander vuur eigenlijk, wat er totaal, ja. Dus maar dat is niet alleen dus dat ik zakelijk in het diepe gesprongen ben, maar ik heb dus ook mijn familiebanden op dat moment eigenlijk doorgeknipt. Dat is best heftig. Heel heftig, want je voelt op dat moment dat je op een vlot op de oceaan zit. Want die beslissing heb ik gewoon van vandaag op morgen gemaakt, omdat het echt niet meer ging voor mijn gevoel. Tegen een burn-out, die heb ik ook gehad. Niet leuk om te vertellen, maar het is gewoon zo. Als een zombie leven. En omdat ik dat allemaal doorleefd heb, nu zit ik zo, maar ik heb dus echt zo rondgelopen. En gezegd, het is mijn normale houding. Waar heb je het over? Ontspan. Ja, zie je dan? Dat moet natuurlijk zelf niet. Nee, absoluut niet. Ja. Weet je, maar het zijn deze dingen waar je niet naar luistert. Nee, precies. En En dan komt er op een gegeven moment dus een combinatie tussen hoofd en hart. En ik zeg dan als ondernemer, van ja, ik maak de meeste beslissingen met mijn onderbuik. Of dan weer een andere locatie. Helemaal goed. Ja. Want als je voor jezelf nagaat, zijn dat wel de beslissingen die je in een split second eigenlijk maakt. Die je hele leven kunnen veranderen. Maar achteraf gezien zijn dat wel een van de beste beslissingen die je genomen hebt. Ja, die heb je bijna altijd gelijk. Ja. Alleen, dan heb jij het geluk dat je daarna durft te luisteren en erop te vertrouwen. Maar het hoofd heeft het bij de meeste overgenomen. Dat klopt. Hè? Dan moeten de mensen die dit luisteren ook maar eens nagaan. Hoe vaak heb je een beslissing genomen waarbij je onderbuikgevoel zei van dit moet ik niet doen. Maar waarbij je het ging rationaliseren in je hoofd waarom het wel een goed idee was. Ik zeg dat heel vaak. Ja. Hele klein voorbeeld. Je hebt een borrel van de zaak. Maar eigenlijk heb je daar geen zin in. En je hoofd zegt, ik moet ja zeggen, maar je buik zegt misschien of niet. En toch zeg je ja, omdat je bent aan het denken van,
ik krijg mijn promotie niet, wat zullen ze wel niet zeggen, ga maar door. Ja. En dan kom je achteraf thuis en dan denk je, shit, ik had naar mijn onderbuik moeten voelen, want er was niks aan, het heeft me niks opgeleverd. En dit zijn dan van die hele kleine stapjes. Die was er ook niet. Ja. Helder. Hey, wat is voor jou nou echt hetgene waarvan je zegt, nou, dit ben ik in mijn ondernemerschap aan het doen en dat is mijn passie in 3 woorden, zeg maar. Mensen rust in hun leven brengen en vertrouwen. Oké. Okay. Ik heb hele, dan ga ik weer over ik, en dan wil ik, ik ben niet de enige, heel lang andere mensen geloofd wat ze zeiden. Maar niet naar mezelf geluisterd. Nou, ondernemerschap ontstaat toch heel vaak vanuit eigen behoeften of dingen die we zelf hebben meegemaakt? Ja. Ja. Ik bedoel, ik zal je vertellen hoe ik 15 jaar geleden in de luisterboeken ben gerold. Ik kocht er eentje in de winkel, ik vond dat leuk op vakantie en ik kon daarna niks nieuws meer vinden. Dan ga je het zelf maar doen. Hè, dat is een beetje wat er dan in een notendop kan gebeuren, zeg maar. Nee, maar je bent best al lang in het ondernemerschap actief, maar als je echt dat probeert te pinpointen naar de kern. Wat betekent ondernemerschap dan voor je? Vrijheid. Rijkdom. Maar niet in geld. Niet in geld, nee. Ja, precies. Hoort er wel bij. Een van mijn lijfspreuken is: life isn't about facts and figures, but about fears and feelings. En de angsten en je verlangens, de gevoel wat je hebt. Ja, daar heb je moed en vertrouwen voor nodig om je angst los te laten, om naar je verlangens toe te springen. En ja, daar help ik mensen bij hun dromen waar te maken en hun actie te gaan ondernemen. Top. Even voor de mensen die naar de video zitten te kijken, in de audio krijg je dat waarschijnlijk niet mee. Maar Lucien barst af en toe bijna in lachen uit. Ik heb het vermoeden dat het komt omdat we normaal gesproken nooit zo serieus doen. Nee, maar dus je moet even wennen aan deze modus, denk ik zomaar. Ik heb het wel gezien hoor. Oké. Okay. Hey, we gaan even naar het event zelf overschakelen. Ja. Dus de legendarische ondernemer. Je staat er met Suzanne op het podium. En wat is nou hetgene waarvan je zegt, van, nou, dit is de reden waarom ze onze workshop niet mogen missen, want we geven iets heel belangrijks mee. Wat geef je mee aan de mensen die daar in de zaal zitten? Vooral naar je hart durven te luisteren. En niet alles verklappen natuurlijk, nee, hè? Nee. maar als legendarische ondernemer en als je gaat lezen autobiografieën van andere ondernemers, die hebben het lef gehad om naar hun hart te luisteren, maar het ook te laten spreken, ook actie te ondernemen. En ja, dat is een van de dingen. Oh, ik ben wat vergeten, want ik wist dat we opnames gingen maken en ik wilde een gadget meenemen. Oh, jee. Maar ja, dat komt dan wel een andere keer. Oké. Okay. Ik zal hem wel Facebook Live of zo doen. Ik heb nou echt geen idee waar het over gaat, hè? Dus dit laat je verrassen, Mark. Dit zetten we wel in de bloopers of zo, of in de comments onder de video als hij op Facebook staat. Dan, want anders begrijpen de mensen daar natuurlijk helemaal geen hout van. Hey, ik sluit in deze show altijd af met 2 vaste vragen die voor iedereen gelijk zijn. Okay. Dus als je ooit eerder naar mijn shows gekeken of geluisterd hebt, dan zou het makkelijker voor je zijn. Maar ja, ik merk helaas vaak genoeg dat het nog niet het geval is. Dus hè, huiswerk. Als je wat verder naar de toekomst gaat kijken, waar zie jij jezelf dan staan over 5 jaar? Als een... Het is voor mij heel moeilijk om te zeggen, maar toch als een rots in de branding waar mensen naartoe kunnen gaan om levensingrediënten te krijgen, om rust te creëren in hun leven en ook te durven genieten, het zichzelf ook gunnen om tijd te maken en genieten van het leven, want vaak zijn we heel streng voor onszelf. Is dat niet wat je nu ook al doet voor cliënten? Ja, maar ik ben die rots nog niet. Weet je, waar mensen... Zo zie je dat zelf. Ja. Wordt dat ook zo ervaren? Nee. Precies. Want ik merk dat... Ja. Want daar komt jouw nieuwe slogan / website naam vandaan. Want dat is... Oh, Mark. Heel gemeen. Nou ja. Heel gemeen dit. Heel gemeen. Nou, ik heb... deze week, ja, heb ik Lieve Lucienne als domeinnaam vastgelegd. Omdat iedereen mij Lief en Lieve Lucienne noemt. En ja. Omarm het imago wat je hebt. Ja. Huh? Daar komen we natuurlijk op neer. Hey, en een klein beetje online marketing sausje nog. Om toch nog een poging te doen om de online marketing podcast een beetje over online marketing te laten gaan. Wat is nou jouw gouden online marketing tip? Waarvan je zegt, nou, dit is iets, ik heb dat gedaan of ik heb het gezien bij anderen. Dat zouden meer mensen moeten doen.
vooral door blijven gaan. Ik ben echt een digibeet. Maar inmiddels mag ik me van heel veel geen digibeet meer noemen, omdat ik mensen advies geef van hoe je... Sommigen weten helemaal niet hoe Facebook Live werkt, of hoe een Periscope-uitzending werkt, of... Hoe kun je digibeet in de mond nemen als je überhaupt weet dat Periscope bestaat of bestaan heeft? Dan ben je al veel verder dan de meeste, ook ondernemers. Ja, maar dan toch, digibeet is, omdat... Ja, ik ben van de oudere generatie en ik ben niet opgegroeid met computers, dus ik ben daar... eigenlijk bang voor, maar ik probeer het wel. En dat is dus gewoon, ja. En een hele grote tip voor iedereen, ben niet bang om te delen. Want ik dacht, maar als ik het één keer gedeeld heb, dan kan niet weer hetzelfde delen. Maar mensen kijken op verschillende momenten en ben daar ook niet bang voor. Dat vond ik een hele eye-opener eigenlijk. En de kracht van herhaling zit daar natuurlijk, natuurlijk heel erg in. En je hebt ook een keer een challenge gedaan op Facebook met 30 dagen... Ja. Energietips. 31 dagen energietips. Maar dat is best wel heftig. Dat had ik Facebook Live. Ik ben met Periscope begonnen. April 2015. Toen het net een maand... Al dus de digibeet. Onheard was. En ik deed Periscope in het Engels. Omdat ik dan de hele wereld aan mijn voeten had liggen. Ja, ja. En mijn coach zei, je moet het in het Nederlands doen. En dan denk je, nee. En nu hebben we Facebook Live. Dat doe ik dus wel in het Nederlands. En nu heb ik die discrepantie niet meer. En die challenge heb ik dus inderdaad 31 dagen lang op Facebook Live in het Nederlands gedaan. En 31 dagen lang op Periscope. Oeh, ja, intensief. En dat is wel intensief, ja. Maar heeft het wel iets opgeleverd voor je? Reacties of feedback? Een paar reacties en e-mailadressen. Ja, want aan tuurlijk. Het einde had ik wel een call of actie, of dat deed ik af en toe van, kon je die 31 tips ook meteen downloaden ergens. Oh ja, dat is wel handig. Ja, hoefde je niet te wachten tot het... Top. Ja. Nou, we kijken allemaal uit naar 7 oktober, naar de dag van het event natuurlijk. Dus mocht je nog geen ticket hebben, ga snel naar delegendarischeondernemer.nl. Bestel jouw ticket. We zitten nu echt vlak op het event. Deze uitzending zal ongeveer eind september, begin oktober zijn. Qua uitzending. Dus kijk of het überhaupt nog kan. Misschien is het inmiddels wel uitverkocht. En zo niet, dan sla je slag. Dus Jan, bedankt voor je input, voor het gesprek. Jij bedankt voor deze uitdaging weer. Graag gedaan. Jullie bedankt voor het kijken of luisteren. En tot weer de volgende keer bij een reguliere DGOC Online Marketing Podcast uitzending.